Welkom bij de straten van Amsterdam, vanaf Sportpark Ook Meer. Je kijkt naar pitcher Kevin van de Amsterdam Pirates. Naast mij Tobias, bestuurslid van de Pirates. We zijn vandaag hier omdat de Amsterdam Pirates 60 jaar bestaan. Zeker. En we zijn niet alleen, want als je daar achter de catcher kijkt, er staat een paal met een camera of iets dergelijks erin. En de buren, jullie buren, zijn van een datalab. Ja, zeker. Mannen en vrouwen van een sportdatalab. Honkbal zelf is ook al echt echt een statistieke sport. Absoluut. Maar we gaan gewoon even er naartoe om te kijken wat ze precies doen. Ja. En we gaan straks het gebouw in. Ja. Van de Pirates, achter ons. Ja. En dan hebben we een kort interviewje met, als het goed is, Rob Kordemans. Pitcher van de Pirates. Kevin. Hi. 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 Gaat het goed? Ja, het gaat lekker. Je hebt al veel langer gegooid dan die paar ballen die we net zagen. Ja, zeker. Ik ben al redelijk warm. Dus. Maar Erik was het toch? Kun je er heel even bij? Ik heb jou al eigenlijk geïntroduceerd. Hè? Jij bent pitcher. Erik, wat doe jij precies? Ik ben een scientist van de KNBSB. Ja, je bent van de buren. Ja, nou ja, van de bond, ja. Dat is op het CTO-programma. Hey, heel even, hij is de hele tijd aan het pitchen. Wat staat er precies achter de catcher? Wij gebruiken een Repsil-camera, dat is een infraroodcamera. En daarmee meten we de gegevens over de vlucht van de bal. Oké. Okay. En wat kan je daarmee onderzoeken? Nou, waar wij het voornamelijk voor gebruiken is wat we noemen pitch design. Dus dat is, we kijken naar wat een pitcher kan. En hoe die gooit, hoe hard die gooit. En voornamelijk eigenlijk naar het effect dat hij aan de bal geeft. Oké, okay. Is dat nuttige info voor jou, als je daar meer over te weten komt? Ja, zeker, zeker. Want ik kan dan ook gaan trainen op bepaalde oefeningen. Ook met die wetenschap, om bepaalde oefeningen te gaan doen. Ja, want heb je ooit eerder zoiets meegemaakt? Nee, het is eigenlijk de eerste keer. Dus ik ben wel heel benieuwd wat we gaan doen. Want dit is, we zeiden net, hè, honkbal is echt een statistieke sport. Heel veel wordt bijgehouden van wat je doet, alle resultaten. Maar dit, op zo'n manier, dat doen de Pirates dat wel of nog niet? Nee, dat is voor ons nieuw. We zijn heel blij dat het sportdatalab aan de overkant is geopend. Want we zijn nu aan het verkennen van hoe kunnen we daar samenwerken. Mm. En we zijn ook net begonnen in onze hal, die je daarachter ziet, met dit soort meetapparatuur op te stellen. Okay. Dus we zijn daar mee bezig. Ja, nou ja, de eerste vorm van samenwerking tussen jullie is dan bij ons, hè? Bij AT5. Ja. Even één ding. Dank daarvoor. Want jullie hebben heel veel al gefilmd, hè, van hem, met de camera. Maar wat zou je precies willen weten? Want we gaan straks naar het lab toe. Ja. En daar gaat de een en ander verwerkt worden, kunnen misschien wat beter inzicht geven. Wat zou je het liefst willen weten? Nou ja, met zo'n camera ben ik wel benieuwd wat de spinrate van de bal doet. Dus dat is eigenlijk de rotaties van de bal, hoeveel wentelingen die maakt, als ik de bal loslaat naar de catcher toe. Ja. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Hoezo is dat belangrijk? Nou ja, dan weet ik of dat mijn snap, heet dat, of dat die goed is. Geen honkbal mensen taal. Als je de bal loslaat en je duwt hem weg, zeg maar, dat is een snap. En die kan harder, volgens mijn gevoel. Dus ja, en dat doe je voor het effect? Ja, effect. Ja, zeker. Ja. En je wil weten wat de rate is, hoe je dat doet? Ja. Want je wil meer... Harder. Ja, hoe harder de snap, hoe meer spin rate, hoe harder de ballen breken. Kunnen we iets van inzicht geven hierin straks? Ja, zeker. Nou, dan succes nog heel even, dan zien we jullie zo in het datalab. Ja. Yes? Oké, tot zo. Tobias, wij gaan even naar het gebouw. Ja. 60 jaar Pirates, hoe moet je dat samenvatten? Kan je dat samenvatten in één of twee zinnen? Nou ja, we zijn begonnen als... honkbalafdeling van voetbalvereniging RAP, met één team, op een voetbalveld. En 60 jaar later staan we hier op dit prachtige complex, met 21 teams. En we zijn een vereniging die zowel Europees kampioen is als onderdak biedt aan kinderen vanaf 5 jaar. Mm. En daar zijn we super trots op. Ja, dit is alleen nog niet echt af, hè? En we zijn in beweging. Ja. Wat moet dit worden? De bullpen die is ook nog in aanbouw. Ja, wij zijn, sinds dit jaar zijn wij het nationaal trainingscentrum voor alle Nederlandse teams. Zowel honkbal als softbal. En omdat we dat zijn geworden, dat is vanwege de Olympische Spelen. Mm-hmm. Hebben we ook besloten om het park nog een upgrade te geven. En een van de dingen is wat je hier ziet. Dit is de bullpen, maar die wordt overdekt. En dit wordt nog allemaal afgebouwd. 60 jaar Pirates. Ja. Hoe lang zit jij al bij de Pirates?
Ik zit 4 jaar bij de Pirates. Maar wat misschien wel leuk is, de Pirates zijn opgericht als honkbalafdeling van de voetbalvereniging RAP. En ik in mijn verdediging wil ik erbij zeggen dat ik bij RAP heb gevoetbald. Dus dat is dan mijn connectie. Een soort van langer bij de Pirates. Ja. We hebben binnen een klein museumpje. Ja, zeker. Ga ons voor. Okay. Vertel even wat van, dit is, neem ik aan, het clubgebouw. Dit is het clubhuis. Een uitgebreide kantine, pas op. We gaan hier naar binnen. Hier zit de toekomst van de club, zit hier iets te doen. Met de hoodies op, ja. Met de hoodies op. We zijn nog aan het bijkomen van Ajax. En kijk, daar wacht Rob Kordemans wacht op ons, hè? En we gaan eens even bij Rob kijken. Als hij er is, ik zie hem niet meer. Ja, Rob staat... Hij is verstopt. Oh, daar is Rob. Rob staat zijn foto's van zichzelf te bekijken. Ja, hi Rob. Hi. Hi. Is goed? Ja, lekker. Ik heb begrepen, Rob, dat dit een best wel speciaal moment is. Jij staat niet graag voor de camera. Nee, maar ik heb ook het gevoel alsof ik alles al verteld heb eigenlijk. Weet je? Dus ik zeg elke keer hetzelfde. En dan, ik weet niet precies wat ik dan nog meer erbij moet zeggen eigenlijk. Dan moet je nu iets totaal anders gaan vertellen. Ja, nou, je moet me maar gewoon een goede vraag stellen dan. Ja, daar heb je me. Hey, 60 jaar Pirates, voor de mensen die jou niet kennen. Jij bent de pitcher van de Pirates. Je bent wereldkampioen. Ja. Europese bekers heb je ook gewonnen, neem ik aan. Hoeveel landstitels heb je gewonnen? Ja, dat is voornamelijk met Neptunus, Rotterdam is dat gebeurd. Ik denk een stuk of 8 met Pirates 1. Ja, en wat je zegt, wereldkampioen natuurlijk. En Europese bekers, ik denk ook een stuk of 8. Vergeet de Spelen ook even. Spelen, ja, maar daar hebben we nooit iets gewonnen. Nee, maar daar sta je dan wel. Ja, klopt. Achter je naam. Nee, dat klopt. Daar ben ik ook 4 keer geweest. Ja, dat klopt. Ja. Beide even aan jullie. 60 jaar Pirates. Je beleven dat natuurlijk heel anders. Hè? Bestuurslid hier en pitcher. Wat is 60 jaar Pirates dan? Die 10 jaar van jou dan? Ja, 10 jaar. Het is wel heel langer denk ik als je het zo zegt. Maar ik ben natuurlijk begonnen bij Neptunus, waar ik ook 12 jaar gezeten heb. En op een gegeven moment na een paar omzwervingen van Sparta naar ADO. En toen hierheen. En ik voel me hier supergoed thuis, dus ja, ik zie ook helemaal geen reden om weg te gaan eigenlijk. Dus ja, ik vind het een hele gezellige, leuke club en dat zie je hier ook om je heen. Maar wat onderscheidt de Pirates van de clubs waar je hebt veel langer ook op andere plekken gespeeld? Nou ja, natuurlijk wel. Het is ook, het is gewoon beter geregeld dan de andere clubs. Je ziet het ook buiten, prachtige velden. We hebben het binnen hier allemaal prachtig geregeld. Dus het bestuur is prima. Kijk, alles is prima geregeld en dat is voor spelers is natuurlijk heel fijn. Ja. Je stond al even te kijken. Hè? We zijn hier in een soort van museumpje, hè? Van de club. Zeker. De Luc Louvendi-zaal, moeten we ook even zeggen. Zeker, een belangrijk dit is het museum van de club. Ome Luc Louvendi. Ja. Die heeft de club opgericht. En die is er nog steeds. En dat daar zijn we super trots op. Mm-hmm. Je stond even te kijken, Rob. Vertel. Ik sta hier ook niet elke dag. Dus ik stond even te kijken wat we nou allemaal gedaan hebben. Want het is wel leuk om even terug te kijken natuurlijk. In 2011 waar we kampioen werden. Met... Ja, allemaal jongens die eigenlijk nu gestopt zijn of ergens anders spelen. Dus ja, af en toe is het wel leuk om even binnen te stappen hier. Ja? Ja. En Tobias? Ja. Wat zijn echt, want heel veel mensen... Kijk, honkbal, hoe het went of keert, hoe mooi de sport ook is voor jullie. Ja. Het is toch een redelijk relatief onbekende sport in Nederland, hè? Zeker. Heel veel mensen hebben er niet zoveel mee. Wat zijn de wapenfeiten van de club? Als je heel even, neem ons mee. Ja, nou, we zijn... We zijn begonnen als gewoon een honkbalclub, zoals er toen in Amsterdam een stuk of 20 waren. Intussen zijn er wat minder. Maar wij zijn steeds verder doorgegroeid. En we hebben op een gegeven moment in de jaren 80 voor het eerst de hoofdklasse gehaald. De eredivisie van het honkbal. Zowel bij de heren als bij de dames. Daar waren we toen heel trots op en daar zijn we nog steeds heel trots op. En intussen in de hoofdklasse zijn we 4 keer landskampioen geworden. De afgelopen paar jaar zijn we vol continu 2e geworden. Daar gaan we dit jaar wat aan doen. Wordt hij ja geschud? Nou ja, geknikt vooral. Nee, ja, precies. Hey, we hebben nu een team bij elkaar waarvan we denken dat het echt moet kunnen. Dus je ziet de afgelopen weken ook hele goede resultaten. En dat moet ook wel, want over 3 weken hebben we Europa Cup. En daar willen we ook iets neerzetten. Dus Europa Cup en landskampioen is het doel. Mm-hmm. Eén ding, heren, want we gaan straks met een andere pitcher. En met Kevin gaan we naar dat data lab, ja. Science lab. Die mannen daar, mannen en vrouwen daar, die, uh,
die onderzoeken sport, hè, alles wat met sport te maken heeft, je kan het zo gek niet bedenken. Honkbal zelf is ook een onwijs statistieke sport, hè? Nou ja, alles wordt bijgehouden. Oh, sorry. Alles wordt bijgehouden, alle, wat je zegt, statistieken, hoeveel keer de drie slag gegooid wordt, wat je slaggemiddelde is. Ja, in Amerika is het natuurlijk helemaal, dat trekken ze helemaal in het gekke. Maar hier in Nederland wordt ook wel heel veel bijgehouden, moet ik zeggen hoor. Ja, dat doen jullie hier ook? Dat doen we zeker. We hebben een speciaal team ervoor. We hebben daar zeker mensen voor. Er wordt in, tijdens elke wedstrijd, elke beweging van het spel wordt geadministreerd. En dat wordt dan later verwerkt in een computer om dat allemaal bij te houden. Zo heeft Rob 2 weken geleden zijn 2000ste strikeout gegooid. Nou, dat heeft in Nederland nog nooit iemand gehaald, maar we hebben dus al die 25 jaar bijgehouden hoeveel strikeouts hij gooide. En opgeteld waren dat er 2000. Groot feest. Ja. Nee, ja, dat was leuk inderdaad. Dat was ook groot feest daarna? Nee, dat was geen groot feest. Want wat jij ook al zei, ik hou er niet zo van. Doe maar lekker normaal. Nee, precies. En dan ik moest, ze wilden stopleggen en dan weet ik allemaal niet wat ze wilden doen. Maar ik wilde gewoon een handje schudden en verder helemaal niks en meteen weer door. Want het gaat toch ten koste van je concentratie. Ja, 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 ja. En ja, je zag het ook. Ik werd meteen de volgende bal werd ik op mijn scheen geslagen en liep een punt binnen. Dus, jeetje. Ja. Maar voor jou is het dat hele idee van alle statistieken bijhouden, hè, en alles wat mensen doen, elke millimeter. Voor jou is het natuurlijk, weet je niet beter, hè? Dat is hoe je het gewend bent. Maar als je één ding fout doet, of structureel of iets vaker, je krijgt het gelijk te horen, denk ik. Nou ja, het wordt allemaal opgeschreven. Maar het, kijk... Je bent er zelf niet zo heel erg mee bezig. Het is meer de mensen om je heen die dat allemaal bijhouden. En, en dan kan je het later allemaal terugkijken. En wat je dan wel fout gedaan hebt of goed gedaan hebt. Ja. We hebben het nu al een paar keer gezegd, VS, hè, dat is het hoogste niveau wat je kan behalen als honkballer. Jij bent goed, maar je bent nog steeds hier. Hoe kan dat? Ja, nee, ik heb wel 2 jaar op college gezeten in Florida. Maar ik heb nooit hard genoeg gegooid. En dat is toch het eerste waar ze naar zoeken. Je moet 90 plus gooien in mijn tijd. Nou, dat is nu ongeveer 95 plus, heb ik het over mijl. Ja, precies. Ja. En dan gaan ze eens verder kijken hoe ze iemand kunnen shapen. Ja, ik heb nooit harder dan, het zal het zijn, 88 mijl gegooid. Dus dan val je automatisch af eigenlijk. En is dat dan puur kracht wat je dan mist of waar je moet verbeteren? Nee, ik ken hele grote mannen die heel hard kunnen gooien en hele kleine mannetjes die heel hard kunnen gooien. Dus waar dat nou precies aan ligt, dat is nog steeds niet. Ja, precies. Ja. Bouw ook. Ja, maar ik ken ook hele kleine, dunne mannetjes die ook 95 mijl kunnen gooien. Dus ja, wat is het dan precies? Als we het hebben over dat de baseball een statistieke sport is. Heel veel buitenstaanders en dan zeker Nederlanders, voetballiefhebbers, die denken dan, waar is dan nog de romantiek in honkbal? Dat denken mensen vaak. Dat denk ik ook wel eens. En waar zit die dan nog? Nou, ik denk, je hebt het over voetbal. Ik denk dat ook bijzonder... wordt doorgetrokken in het voetbal tegenwoordig, hoor. Want daar wordt toch ook alles tot in de kleinste dingetjes nagekeken, neem ik aan. Mm-hmm. Om een plan te maken voor de volgende wedstrijd. Dus ik weet niet of honkbal daar nou zo enorm anders in is dan andere sporten tegenwoordig. Ja, maar als ik dan aan jou vraag. Jij moet straks ook weer spelen. Daarom heb je maar heel kort voor ons, waar ik heel blij bij om ben. Maar wat is de romantiek van honkbal voor jou? Ik vind het heerlijk om op het veld te staan. En ja, vroeger heb ik ook getennist en gezwommen. Maar dit trok me toch het meest. Ik weet niet, het is het gevoel. Het is een beetje lastig uit te leggen, denk ik. En welk gevoel is het lekkerst wat je hebt? Wanneer er wat gebeurt? Nou ja, voor een pitcher is het natuurlijk heel fijn om een strijkout te gooien, bijvoorbeeld. Dat is dan een winje van de slagman. En daar gaat het om. Kijk, als hij een homerun slaat, voel je je niet goed. Maar ja, dat is, voor een pitcher is dat toch het fijnst, denk ik. Ja. Ik denk dat de romantiek van honkbal zit hem voor een deel ook in het feit dat eigenlijk op elk moment zo'n wedstrijd kan kantelen. En dat je met elke individuele actie eigenlijk de wedstrijd kan omdraaien. Vorig jaar hadden we het voorbeeld verkeerd om. Laatste wedstrijd van het seizoen. Ja, sorry dat ik erover begin. We gingen winnen en iemand liet 1 bal vallen. 4 punten gescoord en het was voorbij. Dus op 1 bal gebeurt dat. Het kan dus ook heel pijnlijk zijn. Ja. En dat was een bal die 99 van de 100 keer had gevangen. Ja. Maar toen even niet. Ja, en daar kan je niet op rekenen en bijhouden, cijfertjes bijhouden. Dat gebeurt gewoon, toeval inderdaad. Ja. De Pirates, 60 jaar. De Pirates gaan, neem ik aan, Tobias, door. Zeker. Nog heel lang. Ja, en jij? Geen plan. 10 jaar nu? Wat is jouw plan? Dat zeg ik ook elke keer. Ik kijk het per jaar aan. Als mijn arm me goed voelt, wat hij nu heel erg goed voelt.
Daar ben ik van plan door te gaan. We hebben dit jaar hebben we ook met Nederlands team hebben we een OKT, Olympisch kwalificatietoernooi. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen, want als we daar eerste worden, dan staan we op te spelen. Ja. En dan, daarna zien we wel verder. Rob, dankjewel. Ja, graag gedaan. Tof dat je even tijd kon maken. Ja, voor ons. Ik ga beginnen. En succes straks. Ja, is goed. Dankjewel. Ja, een stukje verderop van de Pirates, het Sport Data Valley Lab Amsterdam. Ik heb net uit mijn hoofd geleerd. Dennis, je collega vertelde het net heel kort, maar wat doen jullie precies hier? Nog één keer. Wij zijn in het leven geroepen om onder andere een platform te maken om alle sportdata in Nederland samen te brengen. En we hebben een lab opgezet om te zorgen dat we de praktijk kunnen ondersteunen op het gebied van sport en data. Ja, dat doen jullie alleen met honkbal of met veel meer? Nee, we doen het met veel meer, zowel prof als recreatiesport. En wat we proberen te doen is de embedded scientists zoals Erik te ondersteunen op het gebied op het moment dat er data is. Mm. Om daar met elkaar meer mee te doen. Ja, het is iets van nu, hè? Van al heel wat jaren natuurlijk, sportdata en proberen de prestaties te verbeteren. Er zijn wat dingen te noemen. Sam, die het voorwerk heeft gedaan voor deze uitzending, die heeft wat voorbeelden. Bijvoorbeeld Memphis, Depay is naar zo'n lab toegegaan van waar moet ik nou spelen? Er komen Lyon uit. Nog wat voorbeelden, Nederlandse keepers. Wat was het ook weer, Sam? Ja, benen die stonden te dicht bij elkaar. Die benen moeten dus verder uit elkaar. En Ajax en de VU hebben ontdekt dat als je die benen verder uit elkaar zet en je met een ander been afzet, dat we dus veel beter penalties kunnen stoppen in Nederland. Hadden we wel wat eerder mogen weten natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar dat soort dingen dus. Wat voor dingen hebben jullie tot nu toe? Wat komt uit jullie koker? Ja, wat je heel erg ziet is dat we heel goed wetenschappelijk onderzoek doen. Bijvoorbeeld in het Amsterdam Institute of Sport Science doen we met alle wetenschappelijke instituten in Amsterdam heel veel sportonderzoek. En dat proberen we zo dicht mogelijk bij de praktijk te brengen. En wat we hier nu doen is bijvoorbeeld met de honkende softbal. Op het moment dat zij straks naar de Olympische Spelen het kwalificatietoernooi gaan, willen ze op dat moment weten, als nummer 23 van Japan op de heuvel staat, wat diegene gaat gooien. Of de bal aan de binnenkant, aan de buitenkant. Of wat we straks gaan zien, wat voor statistieken er worden gegooid. Maar dan wil je natuurlijk wel op dat moment wil je die data beschikbaar hebben, want anders heb je er niet zoveel aan. Ja. En dat proberen wij bij te ondersteunen. Ja, ja, ja. Heel handig, denk ik, heren. Zeker. Toch? Dat is absoluut nuttig. En vooral, en ook voor de Pirates, is dat in onze hoofdklassecampagne is dat super handig. Ja, ja. Wat ik dan dacht, en ik heb dat één keer eerder al in deze uitzending gezegd, maar wat ik dan afvraag, en dan ben ik misschien ook weer een beetje een oude lul, maar al die sportdata, verdwijnt dan niet een beetje de romantiek van sport? Ja, dat is een goede vraag, maar dan kan je dat op heel veel gebieden aflagen. Ik bedoel, alles is nu in de transitie naar digitalisering. Alles wordt digitaal, alles wordt met data en het is met sport niet anders. Vroeger deden we testjes en die deden we ineens in de 2 maanden en dan konden we daar wat over zeggen. Op dit moment kan je 24 uur per dag, kan je met hartslag, van alles kan je sporters in de gaten houden. Dus aan de ene kant blijf je natuurlijk nog steeds het oog van de meester, het oog van de coach is onwijs belangrijk. Alleen wordt het allemaal ondersteund met veel meer data. En als we daar nog goed informatie van kunnen maken, dan kunnen we met z'n allen veel meer van leren. En dan kunnen we dan ook weer op de juiste manier toepassen. Ja, ja, ja. Die lange man is niet voor niets meegekomen. Want hij wilde weten of zijn spin rate, of hij daar iets aan kan doen. Ja, toch? Dat was ja, het toch? Ja, zeker. Zullen we even zeker kijken? Ga ons voor, Dennis. En als het goed is, heeft Erik hier de data. We hebben net even Kevin mijn balletjes gegooid. En natuurlijk, zoals Kevin zei, het interessant is om dan te zien wat is nou het effect wat hij aan de bal kan geven. Kijk, dit is eigenlijk alles wat hij gedaan heeft. Dan krijgen we een overzichtje van verschillende typen en waar hij gegooid heeft. En wat het effect dan is. En als we dan hier kijken, dan kunnen we per type kunnen we dat dan zien. Dus dit zijn alle fastballs die hij gegooid heeft. Nou, dan zie je, die gooit hij op allerlei verschillende plekken, kan hij die voor slag gooien. Maar het effect, dat is naar rechts en naar boven. Dus dat is het effect van zijn fastball. En dan heeft hij een cutter gegooid. Nou, daar zie je even die. Voor de mensen die niet weten wat een cutter is. Dan nemen we de naam van de pitch. Dus, ja. Op welke manier gooi je dan? Het beste aan hoe hij hem gooit. Op welke manier gooi je dan? Ja, je laat hem los en je draait hem een beetje met je hand. Waardoor de pitch van een rechtsslagman meer naar buiten gaat. Ja. Ja, dus op het ja, laatste moment draait hij naar buiten. Ja. Ja, nou ja, dat is dus inderdaad waar ten opzichte van zijn fastball draait de cutter meer naar links. Dus dat zien we hier. Dus dat doet hij in ieder geval goed? En straks zien we het ook allemaal bij elkaar. Met name zeg maar, het verschillende effect, dat maakt het zo moeilijk om het te slaan. En als laatste, als we dan kijken naar de curveball, die gaat dus heel erg naar links en naar beneden. Dus naar links en naar beneden. Mm-hmm. Nou, als we dan weer teruggaan naar het begin. Wat je dan, als je dus alles bij elkaar ziet, wat je dan heel mooi ziet, is dat je dus echt krijgt, de ene bal die gaat hier, zit hier. En dan moet je alleen even de paarse was de warming-up, zeg maar.
moet je even buiten beschouwing laten. De andere die zit hier en de derde zit daar. En wat je heel mooi ziet, is dat hij door het effect aan de bal te geven, gaat de ene bal helemaal deze kant op. En de andere bal gaat helemaal deze kant op. Kevin, heel even hoor. Kevin, als je dit ziet, hoe is het überhaupt voor jou om dit zo te zien? Ja, dat is wel interessant. Ik heb het nooit zo gezien. Dus ik vind het wel interessant. Mijn taak is natuurlijk om een slagman uit te krijgen. En als je dan ziet dat je ballen die je gooit naar rechtsboven gaan en links beneden voor zo'n slagman, dan is dat toch best wel interessant om te zien. Is, ja. Is dit ook hoe het in jouw hoofd zit voordat je gooit? Of mooi dat je hem loslaat? Kan je het nog herinneren? Ik doe het al even. Dus als ik de bal gooi, wil ik wel dat hij daar komt. Dus ja. Zoals hij op het plaatje zo staat, is het wel interessant dat het echt zo is. Ja. Je weet het natuurlijk nooit. Het is de scheidsrechter die beslist. Maar die zone die heb je niet in het echt. Ja, en nu zie je echt een zone waar je die bal echt Wat gooit. Ook echt heel mooi is om te zien. Je ziet het vooral, dat zijn dan de fastball en de curveball die heel mooi effect hebben. En we hadden het net buiten over spinrate. Ja. Nou ja, de spinrate, ik heb hem hier al even omcirkeld. Die zit dan rond de 1800. Nou, ik denk dat we normaal gaan naar de 2200. Maar we hebben nu even rustig aangegooid. Dus voor rustig aangooien is dit al heel hoog. En dat je dan heb je rustig aangegooid? Ja, ik heb wel rustig aangegooid. Oké. Even checken. Aan de snelheid kunnen we dat zien. Hè. Dus normaal gooit hij heel veel harder. Ja. Maar wat je dus ook ziet, is dat juist op die fastball en die curveball, dat is dit buiten beeld, maar dat die ook super efficiënt is. Dus als we hier naar een percentage efficiëntie krijgen, dat juist op die twee ballen die zo mooi voor heel erg naar rechts en heel erg naar links, zie je ook dat ervaren pitcher, dat hij dat dus ook heel erg goed kan. Ja. Dit nodigt wel uit voor meer, toch, denk ik, als je dit ziet? Ja, zeker. Dit was nog even rustig aan. Ja, uiteraard. Ja, ik denk dat het wel heel interessant wordt als het wat voller gaat, dus als je echt voluit gaat. En dat je dan meer data hebt, want nu waren het ook maar een aantal, niet zo heel veel. Dus dan heb je veel meer beeld van hoe je nou echt groeit. En dat is wel fijn. Ja. Ja. Voor mensen die geen honkballer zijn, of laat staan überhaupt niet echt iets met sport hebben. Ja. Waarom is dit zo fijn en zo handig? Eigenlijk vragen jullie beiden, eerst van de sporter, om nu te weten. Waarom kan dit handig zijn voor jou? Voor een leek? Ja, nou ja, als je het net simpel uit moet leggen. Nou ja, het is een honkbal van statistiek. Het is vrij lastig wel uit te leggen, maar je weet gewoon wat je bal doet. En dat is fijn om te weten gewoon, ja. Ja, om het te perfectioneren neem ik aan. Ja. Ja, en je weet ook waar je op moet trainen, denk ik. In jouw geval hoeft het misschien niet meer, maar voor sommige mensen die wat eerder in hun carrière zitten. Ja, ik kan me voorstellen dat voor jeugd is het echt heel interessant, omdat die kunnen dan echt aan de slag met hun beweging ook. Ja. Waardoor ze de beweging aanpassen en dus die ballen echt daar krijgen waar ze hem willen gooien. Ja, wat mij dan nu opvalt bij Kevin is dat het zit echt heel mooi dicht bij elkaar. Nou, dat zie je ook consistentie van iemand die al heel veel ervaring heeft en heel veel automatismes. Mm-hmm. Maar als je natuurlijk naar jongere spelers zou gaan die ook nog niet zo goed weten wat ze doen, ja, dan zal het misschien veel meer dit allemaal zijn. En dan, zeker dan, dan, om dat inzichtelijk te maken, kan je ze heel ver op weg helpen. En voor Kevin kan je heel kritisch zijn op kleine details. En dan zou die nog beter kunnen worden. Maar dan hadden we misschien niet meer dit jaar, zeg maar. Wel eens weer voor volgend jaar dan. Dennis, het Sportlab. Wat willen jullie? Wat doen jullie? Want ik heb begrepen dat kunnen particulieren ook hier net naar jullie toe komen en zeggen van, hey, ik... Goeie vraag. Het is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant maken we dus een platform waar alle sportdata in Nederland in terecht moet komen, zowel voor de top- en de breedte sport. Maar je ziet dat we vooral met projecten bezig zijn waar de data er al is. Dus heel vaak komen we dan bij de topsport terecht, of zoals hier bij de talenten in Amsterdam terecht. Omdat we heel veel data hebben en daar meer met elkaar mee kunnen doen. Maar ben je nou een coach van een sportvereniging of voetbalvereniging in de buurt en heb je ook heel veel data al jaren opgehaald, zoals we bijvoorbeeld ook in het recreatieve tussen haakjes honkbal zien. Dan kunnen we ook projecten die we in de topsport doen heel mooi vertalen naar de praktijk. Waardoor we met elkaar steeds meer gaan doen met data. En als we dat dan ook nog op een goede manier opslaan, kunnen we er ook veel meer van leren. Dus iedereen die wil en kan, kom langs, dat idee. Dat is het grote idee. Yes, oké. Heren, dank jullie wel. Vanaf het sportpark ook meer. Ja. Dank je wel. En jullie twee, alvast een fijn jubileum volgende week. 60 jaar en als we dit uitzenden vandaag. Ja. Dus dit was de straten vanaf het sportpark ook meer. Ik zie je in de volgende straat.